Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij de allerlaatste aflevering van Harry Potter en de gevangenen van Azkaban. Allerlaatste aflevering zegt hij ook meteen, nou, gewoon gelijk de disrespect. Gelijk de disrespect, daar ben ik super goed in de disrespect. Nou, hoe durf ik? Ja, maar lang zal ze leven in de gloria, gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, dankjewel. Ik ben vandaag 26 geworden, dus... Nice. Heb je verder nog plannen vandaag? Jazeker. Met mijn stiefvader ga ik lekker naar de McDonald's vanavond, want mijn ouders zijn allebei op vakantie, dus... Oké. En vanavond komen er wat vrienden. Oké, nice. Dus Milan heeft een heel goed tijdstip uitgekozen om Harry Potter op te nemen. Dat klopt, ja. Op jouw verjaardag. Ja, ook nog eens, ja. En dat wist ik dus helemaal niet. Dus dat was wel eventjes... Ik had ook nooit gezegd wanneer ik jarig was, dus... Nee, dat is waar. Ik hoef me niet schuldig te voelen. Nee, dat is zeker niet. Zo. Maar Milan, nou we het er toch over hebben. Wanneer ben jij jarig dan? 27 februari. Oh, dat is al geweest. Rusty. Nee, ik ben klaar. Niet zeggen dat je... Ik zit net... Ja, ik ben klaar. Ik heb hem uitgespeeld. Ik zal nog even naar de credits lopen, maar ik heb alle kaarten. Nou, dus we zijn nog geen 2 minuten bezig. Ja, ik wist het de vorige aflevering al. Alleen toen hadden we een beetje haast. Dus dit is een hele korte aflevering, maar dat is op zich niet erg. ik wist dat het nog maar zo kort zou duren. Ik zei toch tegen jou nog van, het gaat 5 minuten duren en dan ben ik klaar. Ja, nou, die 5 minuten heb ik niet eens verhaald. Nee, ik moet nog even naar de credits lopen. Maar dan heb ik alle tovenaarskaarten. Oh, dat heb ik trouwens bij de Chamber of Secrets niet gedaan. Nou, dat is ook niet erg. Dat is niet erg. Ik zal wel eventjes naar Perky lopen. Perky wil even tegen me zeggen hoe goed ik ben en dan... Gelijk. Gelijk, zo stoer gelijk, doen. Ja, gelijk. Hey Milan. Ja. Lekker dan eens mooi zeggen, verlies anders weer een cage lock. Een cage match bedoel ik. Wacht, ik heb hier iets, hè. Hier staat achievement lids. Ik heb 80 van de 80, alleen er staat geen vinkje voor de collection cards. Die is er ook niet. Oh, oké. Oh, nee, inderdaad. Hij zegt dat, ook dat well dat, done. Dat vinkje is er ook niet, nee. Dus dat ligt niet aan jou. Gelukkig. Ai. Is niet goed dit. Dit betekent dat het 1-1 staat. Ja, nu staat het inderdaad 1-1. En nu is er een grote pauze tussen de volgende serie die we met z'n tweeën doen. Want dan gaan we namelijk nog een keer Harry Potter spelen. Maar dan gaan we de eerste 3 games op de GameCube spelen. Ja. Maar eerst hebben we nog een Pokémon project om te doen. Zeker. Weet je wat ik nou wel jammer vind? Ik heb er nou op dit moment... ik pak nou een 74ste kaart. Ah, oh, sad. Dat is balen. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze serie. Ja, dit was een hele korte aflevering, maar ja, dit is ook niet te lang duren, man. Bedankt dat je weer mee wou doen met deze serie. Ik hoop dat de mensen veel zin hebben in... De volgende serie die we met z'n tweeën gaan doen. Maar ook natuurlijk de serie die we met z'n vieren gaan doen. Die hopelijk ook een keer binnenkort beginnen met opnemen. Ik heb in ieder geval nu opnames met jou heb ik in ieder geval klaar. Ja. Nu moet ik alleen de Harmony nog afmaken met Sander. Dus dat kan misschien nog wel eventjes duren. En daarna gaan we gewoon vol aan de bak. Nee, want ik wil zeggen, jullie zijn nou bij... jullie hebben nou net de 5e cage match gedaan. Ja, qua opnames in ieder geval... hebben we de 6e cage match gedaan. Ah, nee, ik wil zeggen, de video met de 5e die is vandaag online gekomen, die was ik fanatiek aan het kijken totdat ineens mijn deurbel ging. Ja, van de koelkast is er. Mhm. Dus Ja. Iedereen, bedankt voor het kijken. Sorry voor de korte aflevering, maar het is afgelopen. Tot de volgende keer. De eerstvolgende serie die nu na deze komt als, vervanger voor deze serie is...
Kirby en Return to Dreamland. En dan daarna heb ik nog een Rayman Legends serie. En dan hopelijk kom ik een keer uit dat we een keer die Pokémon serie kunnen opnemen en kunnen uitbrengen op YouTube. Ik hoop het wel. Ik hoop eigenlijk wel binnenkort. Ja, ik hoop het ook. Maar dat ligt er helemaal aan hoe lang Sander en ik blijven leven. Elke keer denk ik weer van, dit is de laatste aflevering. En dan halen we het toch weer net. Dus, Ja, ik vind het af en toe wel spannend bij jou. Want ik wil zeggen, jij hebt op dit moment dat ik de video aan het bekijken ben, heb je er nummer 2. Dus, Ja, precies. Ja, ik heb na de opnames die nu gebeurd zijn, heb ik volgens mij 3 of 4 Pokémon. Dus ik leef nog, maar daar is ook alles mee gezegd. Nou ja, ik wil zeggen, spreek uit ervaring. Mm-hmm. De Pokémon League is anders dan de rest. Als in moeilijker of? Nou, ze hebben hier maar 4 Pokémon in plaats van 5. Ja, maar dit is wel een romhack die ik doe, hè? Dus het kan goed zijn dat. Dat ze er nou met 6 aankomen, ja. Precies, precies. Dat zou zomaar kunnen. Ja, in ieder geval. Wat wil je zeggen? Nee, bij mij hadden ze er in ieder geval maar 4 en ik was eigenlijk echt teleurgesteld in hoe makkelijk dat ging. Ja. Want een van de Elite 4 die had alleen maar baby Pokémon bij zich, dus die was one hit KO alles. Ja, had je echt geluk met je randomize. Ja. Iedereen bedankt voor het kijken van deze serie, tot de volgende keer weer. Adios, amigos.